Hallo allemaal! Ja, ja, we zijn er weer. Ik ga gauw Eefje roepen. Eefje! Eefje! Eefje? Eefje, 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 Eefje? Ja, Uil, ik ben hier. Wat kom je nou in de badkamer doen? Oh ja, we zijn in de badkamer vandaag. Hier ben ik. Hallo allemaal! Oh, wat fijn dat jullie er zijn, maar ik heb net even lekker gedoucht. Dus, wat kom je nou doen, Uil? Nou, jij zei dat het leuk was om boekentips te geven over lekker badderen en douchen en je goed verzorgen. Dus dat heb ik geregeld. Leuke boeken over in bad gaan en je goed verzorgen. Maar eerst gaan we lekker zingen. Oh, wat een goed idee, Uil. Jij hebt de beste tips. Mwah. Daar gaan we. Ja, je muziekinstrumentje erbij. Daar komt-ie. 1, 2, 3, 4, boekplezier, boekplezier. 1, 2, 3, 4, ideetjes hoor je hier. Een tip van Uil, hoe vind je dat? Hij weet voor iedereen wel wat. 1, 2, 3, 4, boekentips met plezier. Joehoe! Ja, ja. Oh, Uil, ik vind het echt een supergoed idee. Nou, eens even kijken wat je hebt uitgezocht. Nou, we gaan beginnen. Ik heb als eerste boek het boek Nog even mijn haartjes wassen. Kijk, zien jullie dat? Wat een prachtig boekje dit is. Nog even mijn haartjes. En wat zie je op de kaft? Ja, inderdaad. Een konijntje dat in bad gaat. En dat konijntje dat in bad gaat, dat heeft hulp nodig. Oh, echt, Uil? Laat eens kijken. Ja. Kijk, ik zie een bad. Oh. Oh, ik zie het al. Je moet het konijntje helpen. Je moet het schuim op zijn hoofd doen. Ja, ja. En als hij gaat feunen, pak die bladzijde er eens bij, Eefje. Eens even kijken. Feunen. Uil, wat is dat? Nou, met zo'n droogmachine. Oh ja, even kijken hoor. Oh, ik zie hem. Ja, Uil. Wat moet je dan doen? Dan moet je heel hard blazen. Blazen jullie ook eens even mee? Oh, goed idee, Uil. Ik doe mijn handdoek ook even af. Dan kunnen ze misschien mijn haren droog blazen. Blazen jullie eens mee? Jullie ook? Oh, goed idee. Dus haal dit boekje. Oh, boink. Ja, de badkamer is niet zo groot. Haal dit boekje in de bibliotheek. Het is van Jurg Mühle. Nog even mijn haartjes wassen. Ja, en ik heb nog een heel leuk boek. Oh, Uil, wat is dat? De stinkende beer. Oh, dat klinkt leuk, Uil. De stinkende beer. Ja, kijk. Hier is hij. De stinkende beer. Wauw, leuk. Ah, ik zie het al. Van Britta Tekentrup. Dat is ook de schrijfster van de tijger slaapt. Hoe slaapt de tijger, Eefje? Nee, dat is een boek ook van Britta Tekentrup. Ah, de stinkende beer. Ja, en deze beer, die stinkt heel erg. Hij wil niet in bad. Oeh, en zelfs de vliegjes, die vliegen om hem heen. Laat je dat even zien, Eefje. Even kijken hoor, vliegjes, Uil. Oh ja, ik zie het. Oh, wat veel vliegjes, Uil. Wow. Ja, dat is een echte stinkert. Maar gelukkig komt hij zacht de beer tegen. En wat hij dan gaat beleven, is een heel lekker... Nee, ik verklap het nog niet. Dat moet je zelf maar gaan lezen. De stinkende beer van Britta Tekentrup. Ja, en we hebben ook nog hele leuke boeken. Oh, ik zal hem even terugzetten. Hele leuke boeken over je lichaam. Wil jij wel eens weten hoe je huid werkt? Of hoe je er nou precies uitziet van binnen? Dan is dit een heel mooi boek. Oh, echt waar, Eefje? Ja, het heet Jouw Lichaam. Alles over jouw lichaam. Van Pauline Oud. En als je daarin gaat kijken, dan ontdek je veel wat belangrijk is om te groeien. En om jezelf te verzorgen. Heel erg leuk. Ook wat je kan doen om te sporten. Nou, dat lijkt me ook weer een superleuk boek.
alles over jouw lichaam van Pauline Oud. En het laatste boek van vandaag, ja ja, daarom heb ik ook zo'n mooie handdoek om, is van dit olifantje. Oeh, dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Dat is de 1 voor de centjes, 2 voor de show. Op 3 ben je klaar voor de billenboekie. Go! De billenboekie. De wibbelbillenboekie zelfs. Van Guido van Genechten. Oeh, zo leuk. Ja, want als mama van huis is, dan mag papa op de olifantjes oppassen. Hij gooit ze in de lucht als ballen. En daarna gaan ze lekker op indianentocht. Maar ze maken wel heel veel rommel. Maar gelukkig gaan ze op het eind lekker in bad. En als mama thuis komt, dan doen ze de wibbelbillenboogie. 1 voor de centjes, 2 voor de show. Op 3 ben je klaar voor de billenboogie. Go! Inderdaad, El. En die wibbelbillenboogie, die ga ik jullie ook even leren. Oh, wat leuk! Dansen jullie mee? Wat heb je allemaal nodig, Eefje? Nou, jezelf. En een leuke handdoek. Doe hem even om. El, ik zet jou even hier. Dan kun je naar de kindjes kijken of ze het goed doen. Zo. Oh, dat boek blijft dan niet staan. Dan zet ik jou wel dan hier. Zet ik het boek even op de grond. En dan gaan we gauw dansen. Zorg dat je niks op de grond hebt liggen zoals ik. Want dan kun je niet fijn dansen. Zijn jullie er klaar voor? Handen kom. Ja, komt ie. Kijk eens even wat ik doe. Wiebel met mijn billen, wiebel, biebaboe. Met mijn billen heen en weer. Draai me om en doe het nog een keer. Wiebel hier, wiebel daar. De wiebel, billen, boogie doe je met elkaar. Twisten! Stop, hè? Zwaai met je armen. Wiebel hier, wiebel daar. De wiebel willen boogie, doe je met elkaar. Wiebelen! Woehoe! Doe de wiebel willen boogie. Doe de wiebel willen boogie. Willen boogie go. Biebe de wiep, hoera! Biebe de wiep, hoera! Biebe de wiep!